onder het afdakje bij Borrel en Eetcafé De Druif. Daar begint eigenlijk de Bossenmarkt altijd. Normaal gesproken staat de camera dan niet aan. Maar voordat we de markt opgaan, hebben we al twee bakjes koffie gedronken. Naast mij mijn grote vriend en collega Joep. We gaan zo meteen de markt weer op natuurlijk. Spreken met mensen die we tegenkomen. Een beetje de aparte gevallen en de markante Bossenaren eruit filteren. Maar ook in ieder geval iedereen met een eigen verhaal. Joep, wat is jouw plan vandaag? Ik heb zo meteen een afspraak in Vught, in Café Bar Rio. Dat is een biljartcentrum. En er is een heel mooi evenement gaande op dit moment. Dus ga ik zo meteen naartoe. Wat dan? Nou, er is Mario Gevers, een bekende biljarter. En die daagt 40 andere biljarters uit voor het goede doel. Om vanaf vanochtend 5 uur, is hij al begonnen, tot vanavond 8 uur. Tot morgenavond? Morgenavond, 8 uur. Het is maar liefst 40 uur. Continu te biljarten. Dus eigenlijk een uitdaging voor een goede doel. Oh, nou dan is het een idee dat ik jou straks de microfoon geef. Dat je daar even. Dan weet je wat, ga er eens even als eerste naartoe. Ik geef jou de microfoon en dan krijg ik de microfoon zo meteen wel weer terug. Dat is goed, dan gaan we afspreken. Ja, dan gaan we eerst even kijken naar een stukje impressie van. Ja, het is eigenlijk niet de Bossenmarkt, maar ik vind het wel leuk om gewoon een keer een uitstapje te doen. Ja, dan gaan we zo. Oké, zie ik jou. Alsjeblieft. Oké, bedankt. Ja, inmiddels in Vught aangekomen hier bij Café Bar Rio, want daar is het evenement gaande. Mario Gevers heeft een uitdaging, een duur record wil hij gaan zetten. Een duur record betekent dat hij vanaf vanochtend 5 uur is gestart met biljarten en hij eindigt morgenavond om 8 uur. Hij heeft 40 tegenstanders en het gaat allemaal om een goed doel. We gaan kijken hoe het met Mario gaat. Ik sta hier nu bij Mario. Mario, je bent bezig met een heel apart iets, hè? Een duurrecord. Vertel eens iets over. Ja, duurrecord is de 12e editie nou in Vught. En het is de bedoeling dat ik 40 uur achter elkaar ga biljarten. 40 uurtjes en dan elke keer 50 minuutjes biljarten. En dan 10 minuten rust. My god, hoe laat ben je begonnen vanmorgen? Ik ben vanmorgen om 5 uur begonnen. Dus ik ben nu ongeveer een werkdag bezig. En ik denk een beetje stoppen. Dus. Ja, nu ga je ermee stoppen. Ambtenaar, dan ben ik zie je wel. Weinig zweet. Ja, zelfs dat is heel zeldzaam. Dus je gaat morgenavond tot morgenavond doen? Morgenavond 8 uur, ja, inderdaad. En waarom doe je dat eigenlijk? Voor het goede doel. Ik heb altijd zoiets van, ik ga het hele jaar op de stap in het café. En ik geef veel geld uit. En denk van ja, ik kan ook wel een keer iets voor het goede doel terug doen, want niet iedereen kan daar. En ik denk van ja, ik ga dit jaar iets voor de ouderen doen. Dus, voor de ouderen, en wat speciaal iets voor die ouderen dan? Ja, de seniorenbus. Dus dat is een bus die rijdt hier in Vught eigenlijk op en neer voor de mensen die eigenlijk niet meer mobiel zijn. En dat wil zeggen dat die mensen thuis opgehaald worden met begeleiding en dan naar allerlei soorten gelegenheden in Vught worden gebracht. Het kan zijn een biljartmiddagje, het kan zijn dat ze even naar de huisartsenpost moeten. Het kan ook zijn dat ze gewoon echt op visite gaan. Dus dat is op zich hartstikke leuk. Volgens mij ben ik aan de beurt. Ik ben aan de beurt, ja. Ik loop even met je mee. Ja. Je moet gewoon wel uw duur record blijven handhaven. Ja, want anders word ik gedisqualificeerd en dat moeten we niet hebben. En dus, mag niet uit hoe gestoot? Nee, ik speel verschillende spelstijlen. De ene keer doe ik 3 banden, de andere keer libre, de andere keer bandstoten. En nu spelen wij tegen elkaar libre. Heb je een idee hoeveel keer dat je al gestoten hebt op dit moment? Daar heb ik wel ongeveer een idee van, ja. Dat zal rond de 600-700 keer zijn. My god. En drinken, kan dat gewoon? Ik kan wel gewoon drinken, maar ik heb een persoonlijke begeleiding. En daarmee is afgesproken dat ik in ieder geval niet aan het bier schiet, want anders hou ik het natuurlijk nooit vol. Tot morgenavond moet jij geen bier drinken? Nee, de laatste wedstrijd tegen Anthony Luling, dan ga ik lekker een biertje drinken. Dus, komt hij ook, Anthony? Ja, ik speel de laatste wedstrijd tegen Anthony Luling. Want hij is toch een oud voetballer, hè? Dat is een oud voetballer, ja. En kan hij ook biljarten? Toevallig ook een maatje van mij, doe ik graag altijd een kaartje meeleggen. Ik zeg, dan gaan we ook een keer samen biljarten. En dus dan gaan we samen hier de boel afsluiten. Oké. Nou, ik wens je veel succes, Mario. En die titel die ga je gewoon halen. Dankjewel. En dat doel dat wordt gewoon gehaald. Zeker weten. Lekker veel geld ophalen en fijn dat jullie er even waren. Graag gedaan. Succes verder, jongen. Dankjewel. Joep. Nou ja, we waren hier dus weer in Café Bar Rio, waar dat duurrecord momenteel nog steeds gaande is. Het was echt leuk even met Mario te praten, maar ja, hij heeft natuurlijk weinig tijd en hij is gespannen, zag u wel. We gaan terug naar Nol, naar de markt. Ja Joep, nou leuk. Goed gedaan. Mooi. Ik hoop natuurlijk dat Mario Gevers het ook het echt haalt. Want het is nogal eens 40 uur biljarten met een keu in uw klauwen. Oh. Nou, ik vind het knap. 40 uitdagingen te gaan. Het gaat niet om het winnen, heb ik begrepen. Maar ja, mooi. Gewoon mooi. Gewoon mooi. Hey, we gaan de markt verder op. Dus nu zullen we gewoon voor de vergein nog een keer instarten. Het liedertje van de Bossenmarkt. Komt-ie.
hoe is het? Goed. Willy Lommers of niet? Ja. Hoe is het, moedeke? Ja, goed wel, ik ben 84, mijn jongen. Serieus? Ja. Je komt net kijken. Snopneus. Ja. Ja, toch? Nee, hij is nog niet zeggen. Ik heb gezien bij Dinges, Bos Kerstboom. Bij Dinges? Ja. En met mijn zoon ga ik toch goed op de hostel. Ja? Met wel. Ja. Wat? Weet hey, met wie bent u vandaag hier? Hè? Met wie bent u eens vandaag hier? Ik is met mijn... Met wie ben je hier vandaag? Met wie ben jij hier? Hé, hey, hallo. Ik heb tegen haar, hè? Daar is een zoon van mij. Dat is een dochter en de andere is ook een dochter en dan de kleindochter. Hoeveel kinderen hebben dan? 12. En wij zoeken een hobby. Mijn hobby is thuis televisie kijken en anders is niet mijn hobby. Oké, maar je hebt niet stilgezeten met de 12 jong. Ja, en weet je hoeveel kleinkinderen ik heb in de keel? 106. Nee, ik heb met mijn kleinkinderen mee en mijn achterkleinkinderen met mijn overgrootmoeder 56. Nou. En dat komt allemaal uit dat kleine menske. Ja. Maar... Het is toch ongelooflijk, hoor. Ja. Maar je wordt 84. Ja, ik word 100. Je wordt 100? Ja, zeg eens dan mooi, jongen. Maar ben je dan niet zo'n lastig oud vrouw kunnen worden, hè? Oh. Omdat je zo'n kwaaitong. Ja, ik zeg aan alle taxichauffeurs dat ik 100 word. Maar een taxichauffeur moet er niet geloven, hè? Ja, maar mijn eigen kinderen wel. Mijn eigen kinderen wel. Ja, die zeggen het ook? Ja, mijn schoonzoon ziet dat. Dat kon het wel. Ja, maar dat is een schoonzoon, hè? Kunnen wel met uw schoonzoon opschieten? Ja, zeker. En met mijn dochter ook. Ja, dat snap ik. Ja, ik kan zeker goed opschieten. Ben je ook goed voor ja, de moeder? Ja, natuurlijk. Ik ben zeker goed voor haar. Ik gooi in de winkel met haar. Ja, dan ga je toevallig geld bij u nou. Ja? Geef ze eens 20 euro dan. Nee, ik krijg ze ook. Ja, doe dan. Ik krijg ze gewoon als geld. Ik heb 20 euro voor u geregeld. Hé, hey, maar hij... Kijk. Oh, doe trouwens maar 50. Doe maar 50. Hier. Alsjeblieft. Ja. Maar de hebben. Ja. Nou, moedeke, de groetjes. Veel plezier, goede vakantie. Ja. Dat zeg ik niet tegen jou. Dinsdag. En ik zal hem de groeten doen. Doet hem de groeten. Ja, ik zou zeggen Wil. Zwaai maar naar hem, naar Wil. Nou, de gezelligheid kan weer beginnen. Het stamtafeltje is weer uitgezet. Nou, of we kunnen de mensen weer mooi laten zien wat er allemaal te doen is. Hè, ja, jullie weekend. Zijn niet kapot te krijgen, want het vrijwilligersteam van het Jeroen Bos jaar is nog steeds actief. De Blauwe Engelen. De Blauwe Engelen, ja. Ja, en er is ook nog een heleboel te doen, dus we hebben nog een heleboel te vertellen. Hè. Nou, even voor de Bossenaren die kijken, want we worden natuurlijk niet in Amsterdam of in Tokio uitgezonden. Wat staat er eigenlijk in het resterende bosjaar nog te gebeuren? Er is in ieder geval nog een bos experience. Daar kunnen de Bossenaren nog een route doorlopen. Helaas is het dit weekend wel de wonderlijke klim is voor het laatst. Maar ik denk toch dat de wonderlijke klim op de Sint-Jan een vervolg gaat krijgen volgend jaar. Dat denk ik ook, ja. Het is zo'n groot succes. Dat is echt, hè? Ja, dat is echt een groot succes. Het is ook uniek, overigens. Dat was heel mooi. En ik hoop ook dat de bosroute over de binnendiensten, dat daar ook een vervolg zou krijgen. Den Bosch is gewoon een openluchtmuseum. Hè? De mensen die hier wonen, die lopen er nog alles aan voorbij. Maar we hebben toch wel een pracht stadje. Nou, museum zou ik niet zo zeggen. Maar het is wel een stad waar je echt mee geconfronteerd wordt. Wat wij meemaken is dat toeristen, die kwamen hier voor de tentoonstelling, die worden geconfronteerd met een stad die ze niet kenden. En die komen terug. Zou dat vaak liefde op het eerste gezicht kunnen zijn? Met de stad? Ja. Zeggen de mensen dat ook, ja? Ja, dat zeggen ze. Dat zeggen ze. Ze komen hier voor de... Ja. Sorry, wat zei je? Dat ze terugkomen als ze meer tijd hebben. Ja, hè? Ja. Ze kwamen hier voor de tentoonstelling. Ze zeiden van, nou, we gaan naar Jeroen Bos, want daar is mooi. En dan komen ze in de stad en dan zeggen ze, ja, maar hier wil ik weer van weten. En dan kwamen ze bij ons en boekjes halen. En dan zeggen ze van, nou, we komen terug. En dan merk je ook. Maar dat geloof ik ook, Ja. Aankomende vrijdag Bos Requiem. Ja. Het blijft nog even doorgaan allemaal, hè? Natuurlijk, daar hebben we hem. Oh, wat is dit? Bos Beach. Bos Beach, ja. Het blijft doorgaan. En een post van... Walking Dinner. Ja, het is van alles nog te beleven. Ja. Hey, en het pand natuurlijk, de kleine winst aangekocht door de gemeente Zettingenbos. Ja. Hey, dan heb ik wel eigenlijk een leuk klusje, want Rombouts stopt natuurlijk volgend jaar. Ja. Kan hij daar mooi een eigen kroegje beginnen? Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat zie ik hem wel voor aan. Tonneke Bos.
Ik vind het een mooie domicilie voor de Blauwe Engelen. Ja. Om die zo, dat zou geweldig zijn. Het is een open sollicitatie eigenlijk. Hè? Ja, ja. Het maakt ons helemaal niks uit als wij er maar mogen zitten. Ja, precies. Dat is het. Nou, nogmaals, ik heb het al vaker gezegd. De complimenten voor de Blauwe... Ja, jullie noemen jezelf een Blauwe Engelen van den Bosch. Maar als je zo inzet gedurende zoveel maanden, dan verdient dat gewoon een compliment. Dankjewel. Jij loopt al meer dan 100 jaar op de mat. Nou, dat is niet waar. Nee, dat moet niet overdrijven. Nee. Maar dan een jaar of 80? Nee, ook niet. Ja, maar wel lang. Ja, ik ben al 25 jaar hier in de Bos. En, ja, 25 jaar in dienst? Ja, in dienst. En een gouden lossie gekregen? Ja, nou, ik heb wel een lossie gekregen. Van de gemeente? Ja, van de wenengroep verder van de gemeente. Oké, eens kijken. Maar die heb je gehad? Die heb ik gekregen. Oh. Ja, dat zit er wel, hè? Shitje. Maar is alles bij jou? Ja, wel goed. Maar wat is jouw directe taak nou eigenlijk? Het schoonhouden van de mat. Want ik zie wel eens met de karken lopen natuurlijk. Ja. Je hebt bij mij ooit nog in een videoclip gespeeld. Ook dat hoor ik. Bakske koffie. Bakske koffie, ja, dat klopt. Het was wel een leuke clip. Ik kondig hem eens even aan, want dan laten we gewoon zien. Ga er mee een bakse koffie drinken. Ja, dat is zo lang geleden. Ja, maar kondig hem maar aan, dan draai ik hem. Ga er mee een bakse koffie drinken. Thee. Kom, ga er mee, een bakje koffie drinken. Kom, ga gezellig even lekker met me mee. Hey, ga er mee, dan gaan we er een drinken. Of wil je liever soms een lekker bakje thee? Het is alweer een hele tijd geleden dat ik u aan de overkant zag staan. Maar ik ben toch maar naar u toe gereden, want ik dacht, ik kom eens even aan. Ik heb een bloemke voor u meegenomen. De koffiemeulen die staat achter op de bruin en drank. Kom, ga er mee, een bakje koffie drinken. Kom, ga gezellig even lekker met me mee. En ga er mee, dan gaan we er een drinken. Of wil je liever soms een lekker bakje thee? Kom, ga er mee, een bakje koffie drinken. Kom, ga gezellig even lekker met me mee. En ga er mee, dan gaan we er een drinken. Of wil je liever soms een lekker bakje thee? Staat. Want als ik jou niet had, mijn lieve meske, dan had ik echt een heel erg groot probleem. Dan zou ik zelf mijn koffie moeten zetten. En je vindt, ik ben niet graag alleen. Kom, ga er mee, een bakje koffie drinken. Kom, ga gezellig even lekker met me mee. En ga er mee, dan gaan we er een drinken. Of wil je liever soms een lekker bakje thee? Kom, ga er mee, een bakje koffie drinken. Kom, ga gezellig even lekker met me mee. Hey, ga er mee, dan gaan we er een drinken. Of wil je liever soms een lekker bakje thee? Kom, ga er mee, een bakje koffie drinken. Kom, ga gezellig even lekker met me mee. Hey, ga er mee, dan gaan we er een drinken. Of wil je liever soms een lekker bakje thee? Kom, ga er mee, een bakje koffie drinken. Kom, ga gezellig even lekker met me mee. En ga er mee, dan gaan we er een drinken. Of wil je liever soms een lekker bakje thee? Ja, dat was het liedje, daar zat er geen in. Leuk was het, mooi liedje, hè? Dat was ontzettend leuk. Ja, heb je veel reacties op gekregen? Nee, helaas. Helemaal niks? Godzijdank. Ja, kunnen we het even opnieuw doen, dat je dan tegen mij zegt... Als je wel kan doen. Ja, dan zeg ik van, nou, ik heb ongelooflijk veel reacties gekregen, ja? Oké, dat maakt. Heb je wel eens een reactie gekregen?
Nou, enkele dan. Enkele heb ik gekregen. Nee, je moet echt zeggen dat je heel veel reacties hebt. En veel reacties gekregen? Ik heb heel veel reacties gekregen. En ik ben ontzettend blij mee. Ik doe goed met mijn mensen. Ik doe alles voor in Den Bosch om op te beuren. Vooral op de markt. Dat vind ik heel verschrikkelijk hoe ze bijstaan. Het was een keer tijdens een keer dat ze een keer gaan veranderen. Kijk. Zoals vroeger moest. Ja. Oh, de maat zelf? Ja, dat vind ik ook. Ik zie ze heel veel komen en gaan. Nou, dat is aan marktkooplui? Ja, dat zie ik ook. Dat zie je eigenlijk zou ik gewoon burgemeester van Den Bosch moeten worden. Nou, dat wordt al veel gezegd. Maar ja, als ik daar zou zijn, dan zou ik heel veel veranderen. Wat zou je dan als eerste veranderen in Den Bosch als je burgemeester zou zijn? De fietsers op deze plaats verwijderen, de scooters verwijderen. Rijend of geparkeerde scooters en fietsen? Ook geparkeerde, alles. Gij kent zo, echt, gij hebt gewoon gelijk. Ja, dat heb ik ook. Maar ja, we doen eraan, je doet er niks aan. Nee. En gij hebt de fietsstallingen, ik snap niet dat ze er niet voor gebruik maken. Weet je, ik vind jou gewoon een hele slimme mens. Want er is een doorn in het oog en ik zie het ook. Ja. Alleen daar op dat torentje willen ze niet luisteren. Nee, dus jij moet gewoon burgemeester worden. Nou, als ze zo zeggen, nee, dat wil ik ook niet hebben. Zou dat niet willen? Nee, dat wordt mij te zwaar. Nee, dat gebeurt echt een hoop poen, hoor. Ja, nee, dat geldt simpel niet, maar de gezelligheid wel. Ja. Even terug naar het liedje. Hadden we wel eens handtekeningen moeten uitdelen na die videoclip? Nou, enkele. Heel enkele heb ik dat even zeggen, gekregen. Heel veel. Oh, heel veel. Hadden jij wel eens handtekeningen moeten uitdelen? Heel veel. Oké, leuk. De mensen waren te enthousiast op het kerkpleintje. Toen zeggen ze, had ik ook een clip gemaakt. Ja? En die liedje ook ze graag willen hebben, maar ik kan hem niet meer terughalen welke het is. Oké. Dus zodoende. Ja, mooi hè. Dan heb ik aan jou gevraagd, had jij misschien ideeën, want ik heb er twee gemaakt. Ja. Oh, de tweede weet ik niet. Ja, ik heb er twee gemaakt nog. Dat weet ik niet meer. Ja, ik wel. Oké, nou ben ik het gewoon even kwijt. Ja, daarom. Even terugzoeken. Kijken in het archief. En dan halen we dat weer terug. Ik ga het gewoon in het archief opzoeken. Oké. Okay. En dan, maar ik heb best een groot agressief hoor. Ja, dat kunnen we als ik tijd heb, dat wel. Dat kan je doen hè. Dan doe ik het even op mijn gemak, ja? Oké. Okay. Nou, rustig aan hè. Hey, ik wens je heel fijn weekend. Hey, zet hem op hè, compliment hè. Okay. Want je bent van de schoonmaakbrigade en je weet precies hoe het moet. Ik wel. Jij wordt nog een keer chef, Gij. Ja, dan ben ik toch ondertussen. Oh, ben je al chef? Dat doe ik niet meer te worden. Maar ik doe mijn best dus. Hey, de groetjes. Ik zie jou weer. En hebben we gevonden, mevrouw? Wat zeg je? Heeft u hem gevonden? Nee. Hè? Nog niet. Ik ben nog zoek. Ik zou een mooie witte pakken. Ja. Serieus, witte is zeker. Een beetje zonnebankje erbij. Hm. Mooi hoor. Ja. Kijk. Best mooi. Wij houden niet van wit. Oh, of zo'n beetje zo'n militaire? Nee. Ook niet, dus ik kan niet helpen? Nee. Nou, dan ben ik weg. Ja. Hallo meneer, hallo mevrouw. Hoi jongen. Hoe is het? Heel goed. Met wie hebben wij het van doen hier? Met Benny en met Corrie. Benny en Corrie? Benny. Oh, Benny. Benny en Corrie. Het lijkt, als ik daar zo hardop zou zeggen. En hier is Benny en Corrie met de nieuwe single. Nee. Gezellig. Zingen jullie wel eens samen? Ja, in bed. Ja? Ja, ja. En dan... Heel hoog. Veel dag in de kerk uit gehad. Jawel. Ja, veel hebben we de kerk uit gehad. En waar komen jullie vandaan? Uit Den Bosch, jongen. Oké. Slagen. Oké. En altijd al samen? Hoe lang al? Al 5 jaar. Al 5 jaar? Al 5 jaar. Dus nieuwe liefde? Nieuwe liefde, ja. We hebben ons op de kermis ontmoet en zo is het gebleven. Serieus? Heerlijk, ja. En wat viel jij dan op bij hem? Op zijn middenscheiding? Ja, op zijn krullen, zijn permanentje. Ja, dat voelt ze heel erg op, ja. Heel erg. Nou, maar hoe is het ontstaan dan, zou ik zeggen, zo'n nieuwe liefde? Want je bent allebei al op leeftijd natuurlijk. Ja. Dat is 60 jaar geleden. Toen. Jij kent Boer Tienes niet, hè? Ja, Boer Tienes, jawel, die ken ik wel. Nee, die ken ik niet. Van de Bossenpad? Ja. Ken ik wel. Ja. Oh, nou, op die berg, daar lagen we samen. Serieus, tegen die berg aan? Ja. Toen waren we ook al aan het zingen. En toen zei ik tegen haar, ik zeg, weet jij nog, Corrie, dat we op de berg elkaar de eerste kusje gegeven hadden. Nee, dat weet ik niet meer. Ze heeft weinig indruk gemaakt dan. Ja, dat snap ik. Heel weinig indruk. Ja, volgens mij had jij met uw tong linksom aan het draaien en zij rechtsom. Dus je hebt elkaar gewoon niet geraakt. Nee, ook doen jullie dat ook zo met de tong? Ja, dat weet ik niet. Ik ben ook nou allemaal maar zoekend. Ja. Ik weet het. Zeg maar, ja, maar dan gaat er natuurlijk een hele hoop tijd overheen, hè? Ja.
Hè, en dan ben je nu zoveel jaar verder. Ja. Maar ben je dan allebei wel getrouwd geweest? Ja, mijn man was dood en mijn vrouw dood. Ook, dus bent weduwe en weduwenaar. Ja. En dan komt je elkaar weer tegen, 5 jaar geleden op de kermis. Ja. En dan? Ja, toen zei mijn zuster Corrie Hekker, die zit daar. En toen ben ik naartoe gelopen en zei ik, ben jij Corrie Hekker? Maar toen waren ik zo zat als een toetje. Ik zeg, Corrie, wil jij mij naar huis toe brengen? Oh, je draait de rollen om. Ja. Aan de mens, zeg. Ja, nou dek maar gedaan. Onbeschoft, ja. Maar het is wel heel goed. Echt. Dat je zelf is hij mee naar binnen gegaan toen? Nee. Mocht niet. Nee. Dat doen we niet, hè? Nee, precies. Je hebt gewoon netjes. Nee, maar gewoon naar binnen gegaan, gezellig. Nee, ik bedoel niet altijd. Ik kreeg geen koffie of zo. Nee, dat snap ik. Dat had ik ook niet gedaan. Ja. Maar dan hebben we wel telefoonnummers uitgewisseld. En... Ja, en toen heeft je gebeld en toen komt je koffie drinken. Ja, en dan kwam je weer koffie drinken en een keer uit eten. Nou, en zo blijft het, hè? Lekker gezellig. Maar is er dan ook echt nou liefde? Is er liefde? Ja. Liefde? Je bent ook echt verliefd. Ja. Hadden we dat ooit kunnen denken? Nee. Nou, dat je nee. Zou maar zeggen samen. Je hebt natuurlijk getrouwd geweest. Je hebt iets ingrijpends, hè? Want allebei de partners overleden. Ja. Dan zou je denken, ja, ik word nooit meer verliefd op dat moment. Nou, dat klopt ook wel. Ik ben 8 jaar alleen geweest en hij 6. Dus ja, dat denkt er niet bij naar. Of je nog. Maar het gebeurt gewoon. Ja, het overkomt toe. Was en ik ben er blij mee. Ik ben er echt blij mee. Met hem? Ja. Lekker ventje. Ja, ik hoef niet zo aan te kijken. Ik was ook blij met haar. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Als jij toen niet zonder zuipen was geweest, hadden ze nou nooit gehad. Want dan had ik gewoon niet gedurfd. Nee, dat had ik niet gedurfd. Nee, maar het is toch een leuke meid. Ja, hele leuke meid. Leuke meid. En we kunnen goed met elkaar omgaan. Waarom blij dat dan alleen? Zwaai ik nog even naar de wijgen? Ja, nee, ik zwaai naar mijn kindjes. Hado. En jij ook met jouw kindjes. Hado, jongens. Hado. Zullen we een wedstrijdje doen? Nee. Ga ik er tussenin staan, dan laat ik mijn zakdoek vallen. En dan beginnen we. Zal ik jou zo... Nee, dat is... Je bent de veelste lief vrouwke, dat doe je gewoon niet. Dat zie ik gewoon, je straalt het gewoon uit. Een bakje koffie vatten. Ja, doe het maar uw best. Gezellig. En hier nog meer dames die koffie gaan drinken? Ja. Nou, hartstikke leuk. Op het fietsje. Op het fietsje, ja. Maar mag eigenlijk niet fietsen in de Bosse binnenstad, hè, tijdens de mat? Dat weet ik. Ik moet zeggen, van, ik ben ook niet aan het fietsen, want ik sta stil. Maar ik sta nou stil. Hey, ik hoor een accentje en dat lijkt een beetje op het accentje van mijn cameraman waar ik zwervende de regio mee doe. Dat klopt helemaal. Jij komt uit Drunen, denk ik. Ja, dat is zelfs een maat van mij. Die Adrie? Ja. Is dat een maat van jou? Echt waar. Oh, ik wist niet dat hij vrienden had. Ja, dan weet je dat nou, hè. In en mee geld, hè. Hé, hey, luister eens, je ziet er sportief uit. Betekent dat je dan ook echt uit Drunen met de fiets, dat is logisch, maar ja. om sportieve redenen? Ja. Wat dan? Gewoon conditie, hè. Oh, dus niet zozeer omdat jij bijvoorbeeld de wiel rent of... Nee. Helemaal niet. Oké. Nou. Voor de conditie, ik zit heel de dag op kantoor en nu ben ik aan het fietsen. Ah, wat doe je op kantoor dan? Ik werk in de farmaceutische industrie. Oh. En dan zit je zit gewoon in de ecstasy. Zo kun je het ook zeggen. In de pillen? Niet helemaal waar. Wat dan? Ik doe alles op het gebied van kwaliteit. Ja, maar farmaceutisch. Maar er zit natuurlijk een verhaal achter de richting die jouw bedrijf doet. Daar zit een verhaal achter. Nou, welke richting moet ik dan op denken? Welke richting? Wij maken... Jullie maken medicijnen voor. Ja, dat weet ik niet eens waar we medicijnen voor maken. Maar je zorgt wel dat kwaliteit. Wij maken grondstoffen. Oh, grondstoffen. Kunstmest gewoon. Nee, grondstoffen voor de medicijnen. Oh zo, de grondstoffen. Oh, wacht even. Ja, dat is natuurlijk ook farmaceutisch, ja. En uiteindelijk, de verschillende grondstoffen, die vormen samen uiteindelijk een medicijn. En jullie leveren die grondstoffen aan de farmaceutische industrie die uiteindelijk het eindproduct maken. Juist. Oké. Okay. Ik heb niks meer te zeggen. Nou ja, ik heb weer wat geleerd. Kijk. Ja, wat is nou de meest slechte pil die jij zelf kent? Ik heb geen flauw idee. Ik ken geen slechte pillen. Ik gebruik helemaal geen pillen. Nee, dat is ook, ja, ik ook het liefst niet. Maar ik had vandaag kop aan, jongen. Ik. Nou ja, bent het fietsen. Dat helpt wel, hè. Dus als je in beweging blijft, is goed, hè. Ja, absoluut. Nou, doet de groeten aan uw maat. Groeten. En tot ooit. Ja. Ah, meneer Krol. Goeiedag. Zeg, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed en met onze zaak ook. Ja, je staat er al lang op de mat, hè? Maar ik doe dit 51 jaar.
Maar daarvoor? En daarvoor? Ja, jij niet. Ik bedoel, de familie Krol, heb je het overgenomen van pa ooit? Ja. Mijn vader is vroeger begonnen bij collega's die hier nog op de markt staan in de vishandel. En van Lievelee is hij voor zichzelf begonnen. Dat was in 1953. En ja, wij zijn eigenlijk in die handel opgegroeid. Dus vanaf de schoolbanken zijn wij er ook in geplaatst. En als we dan kijken, zou ik maar zeggen, naar de KROL. Het is net een omroepsdichting. Ja, dat was de Krol. Dat was van Karel, Rudolf, Otto en Leo, hè? De Karel? Karel, Rudolf, Otto en Leo. Ja, met z'n vieren. Ja. Maar ik zie natuurlijk heel veel Krollen. Maar dat is allemaal familie. Dat klopt. Dus er is er ooitje ene bedacht, ik ga in de vis. En de rest van de familie is... Ik zat in de textiel. Ja. Mijn grootvader, zijn broers waren allemaal textielmannen. En mijn grootvader die zat eigenlijk in pluimvee. Dus die was een soort polier, maar dan aan huis. Maar uiteindelijk heeft gewoon, zal ik maar zeggen, die volgende generaties beslist van nou, die ene die doet het goed in de vis, wij gaan ook mee. Maar dan uit de familie van mijn vader. Hè? Ja, precies. Ja. Mijn broers en zusters, ja, die zijn er eigenlijk ook mee ingegroeid. Maar de meesten zijn eigenlijk gewoon vanuit de schoolbanken de vishandel ingezet. Gewoon boom. Dus er waren geen keuzes, er was gewoon meehelpen. Dat was in die tijd, hè? Ja, gezin, 10 kinderen. Ja, als ik nou over Den Bosch kijk, hè, want jullie hebben verschillende plekjes, hè? Waar staat de Krol op dit moment nog in Den Bosch? Wij staan nog aan de Watertoren, staat Bettina, dochter van een oudere broer van mij. Wij hadden een viswinkel op de Rompet, die is pas overgegeven. Mijn jongste broer die had een viswinkel op de Helftheuvelpassage, die heeft hij verhuurd aan CNZO. Oh ja, dat is een mooie winkel, een hele mooie winkel. Ja. En ik sta hier al ongeveer een beetje mijn hele leven op de markt. Ja, jij blijft hier gewoon... Wij hebben nou de volgende generatie, die is er eigenlijk aan het voorbereiden, mijn dochter. En we zijn ook al stappen aan het ondernemen voor een nieuwe verkoopwagen. Dus wij proberen er nog een aantal jaartjes aan vast te plakken. Ja, want vroeger was vis het arme luis eten, maar nu is het thuis chic. Dat hoor ik dan wel eens van oudere generaties uit de vishandel. Toen werd er zalm nog op de Maas gevangen. En ja, dat kostte allemaal niks. Ja, de zalm op de Maas, ja. Ja, en nu is het een delicatesse geworden. Katja die komt binnen de vernootschap onder firma. En als die stukken in orde zijn, worden ze gestuurd naar de gemeente. En dan gaat zij de marktdagen alvast doorvoeren. Ja, is er geen gezeik dan? Want meestal staat de stand op de naam van jou. Dat klopt. En dan moeten we allemaal weer overgenomen worden. En daar is allemaal zo lekker stroperig. Nou, het is hier bij de gemeente Den Bosch. We hebben dus laten zien, Katje is ongeveer een jaar of 11 nu in dienst. Ja, 10 jaar. 10 jaar in dienst. Ja, en in dat overleg hebben wij dus aangegeven, ze komt bij ons in de vernootschap onder firma, als je stukken in orde zijn. Dan zou het in een versneld tempo, zouden de marktdagen al op haar naam kunnen komen. Kijk, nou. Dus de medewerking is er. Oké, nou geweldig. Ik heb hier een boekje. Ja, dit wordt de nieuwe wagen. Dit gaat je ongeveer worden. Mooi zeg. Ja. Dit hè? Ja, maar de lengte dat is van 8 meter, deze is 10 meter. En gaat deze oude wagen dan inruilen of komt hij weer ergens anders te staan? Nee, deze wagen wordt ingerolen. En bij de nieuwe wagen gaat de achterkant een stukje naar buiten geschoven. En dan komt de oven in het midden van de wagen. Zodat wij eigenlijk min of meer staan de bakken, maar ook het oogcontact gelijk hebben met de klanten. En die verkoopwagen, dat is de wagen van Mieke, die zakt gelijk met de grond. Oh ja. Dus, mooi. Ja, dat is... Dat is wel knaken. Inderdaad, dat is een investering, maar daar neemt mijn dochter daar even plezier van. Zo is het. Want ja, ik kom aan de leeftijdsgrens van rustig aan gaan doen. Nou, dat lukt jou toch niet? Nee. Ik vind het, zeg al, heb ik net al gezegd, ik vind het hartstikke leuk. Dus ik blijf het natuurlijk wel doen, maar ter ondersteuning. En ik vind het gewoon... Goede zaken moeten van tevoren op tijd geregeld worden. Zo is het. Zo is het. Ze willen het graag. Op naar de toekomst. En dan gaan we ervoor. Zo is het. Ja. Oké. Dus dan hoefde ik alleen nog maar met de bepaling te spelen. Nou, nee. Ik blijf wel met mijn handel aan de gang. Okay. Ik vind het dus schitterend mooi. Zo is het. Er gaat zoveel sorteringen, dus ik hoef mij niet te vervelen. Je hebt groot gelijk. Okay. Nou, succes. Zet hem op. Okay. Nou, bedankt. Gefeliciteerd, hè? Hey, dankjewel, jongen. Ik had gewoon... Sorry dat ik even onderbreek, gids. Meneer de gids. Ja, ik heb hier de moeder van Marco van der Maat. Ik stond op het hoekje te kijken en ik zag hoe langskom. Ik denk, wel lekker ding ben jij. Dat dacht ik al. Hé, hey, wat ben je dan doen?
Een rondwandeling in Den Bosch. Het wordt een keer tijd. Ja. Heb je er ook wel van geleerd? Heel veel. Wat hadden geleerd dan? Schilderstraat. De wat? De Schilderstraat. De Schilderstraat, maar vrouwke toch. Wat doet er me nou toch? Ik heb niet opgeslagen. Ik weet het wel aan, maar ik heb niet opgeslagen. Ja, waar heeft hier bijvoorbeeld gestaan? Hoe heet dit nou, dit pand waar hier heeft gestaan? Pul. Nee, dat is de winkel. Ik weet het niet. Heeft u het gezegd, meneer de gids? Oh, je hebt het ook niet gezegd. Hoe heette het pand? Hier? Ik zou het uit mijn hoofd niet weten. De Drijvijzels. Ja. Hey. Nou. Ken gewoon met mij mee. Je kunt kiezen met hem of met mij mee. Hotzee. Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Of is het een verrassing? Het is een verrassing. Ik ben jarig, ja. Ja, dat weet ik. Ik wil even kussen. Dat bedoel je toch? Nou, niet die tongen. Nou, geniet er nog van, Jeanette. Dankjewel, jongen. Houden we kijk. En ben niet te veel tegen de billen aan het tikken, hè, want ze blijft veel te jong. Heb je wel snel, ja. Marco. Hi. Ik heb iets geregeld vandaag. Ja, we hebben iets geregeld. Maar mag ze het weten of nog niet? Ja, ze weet het al, hoor. Oh, kunnen gaan liegen, zeg. Ik ben zo'n leugenaar. Hé, hey, zullen we toch nog even de Bossenmet? De Bossenmet staat vol van gezelligheid. Even voor moeders zingen. Ja? Zal ik hem inzetten? Ja, doe het. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ik ben de piep! Hey. Ik ben de piep! Hey. Ik ben de piep! Hey. Dankjewel. Ik wil niet vervelend doen, maar over een maand of anderhalf en een vent van 80. Dat geeft niet. Hij blijft toch jong. Jeanetje! Lekker kuntje hoor! Leuk hè? Gewoon de moeder van de maat van me. Die kan tegenkomen op de maat. Ik zag uit mijn ooghoeken. Maar wat ik ook uit mijn ooghoek heb gezien is hier een steentje. En ze staat er regelmatig met andere producten. En nu heeft ze iets wat wel erg leuk is, moet ik zeggen. Ik zal het je laten zien. Waar is dit? Dat is een doosje. En als ik hier aantrek, dan komen de pasjes tevoorschijn. En die pasjes, die vallen er niet uit. Dus dat is een ding, dat, kijk, het is ook al helemaal versleten. Dat heb ik al jaren. En dan zie ik ze hier staan, compleet met etuietjes en alles erop en eraan. Het is echt zo'n ongelooflijk makkelijk ding. Daar zou ik echt voor geen goud kunnen missen. Dus dat is wel even leuk. We gaan even wachten tot de klandizie voorbij is. Dan ga ik even een gesprekje met ze aan. Een goedemiddag. Goedemiddag, meneer Roos. Ja, nou ja, zeg maar gewoon nol. Ja, ja, ja. En met wie heb ik het van doen? Van Breugel, Rini. Rini van Breugel? Hey, best. Uit Best? Ja. Dus je komt uit Best? Ja, mijn roots komen uit Geemonde. Geemonde? Ja. En ik mooi dorp hoor. Best samen met mijn vrouwtje. Oh, met z'n tweekes? Ja, 47 jaar. 47 jaar? Ja, we zijn 50 jaar bij elkaar. Eerlijk waar? Ja, ja, ja. Ja. Allee, ja. Je zit nou weer de gek te houden, hè? Nee, nou niet. Je ziet, ik ben 69, hè? Nou, echt? Ja, dat is wat ik zeg, als je dit in ziet, hè? Maar een rollator? Ja, ik heb wel kanker, al 5 jaar. Oh. Ja, des minder. Maar wat dan? Positief blijven, hè? Ja, dat moet. Ik heb een prostaatkanker, maar uitzaaiing naar de botten. Dus een heupje, mijn hele ruggenwervel. Nou, jongens, gek ga je door. Non de juf. En dan net op de dag dat je 65 was, zeggen ze dan, hè? Oh, dat is fijn. Dus je hebt de hele weg Ik stond op bij de. Ik zat er. Die urolog vertelde mij, ik ging opstaan. Ik keek mijn lichaam van beneden naar boven aan en terug. Zei, nou, bedankt voor een mooi cadeautje, weet je niet. Tjoh, op een verjaardag? Ja, op mijn verjaardag. Nou, op mijn 65. En dan wij kapot gewerkt in het leven waarschijnlijk? Ja, klopt. Ja, ik heb 43 jaar per jaar bedrijf gewerkt als onderhoudsorteur. Bij Rijndag is onders. Niet te geloven, joh. Ja. Dat is toch ook iets, hè? Ja. Maar ik moet zeggen, een heel goede vrouw. Ja, ze neemt nogal afstand van jou. Ja, zitten ze 3 meter tussen. Ja, maar... Er liggen hier geen landmijnen. Ik kan niet in belangstelling. Kijk, ze wil niet in de belangstelling staan. Ja. Mijn best. Ja, zo is dat. Maar ik blijf positief. Ja, daar moet ook. En optimistisch. En ik kan lopen met de fietsen kan ik niet meer, want dan val ik om. Want ik heb een hormonenspuit eigenlijk een half jaar. En daar zo spieren aan. Dus je bent niet meer zo biel, dat is wel jammer. Nou, ik vind het wel mooi dat je positief bent. Ja, ik kan gelukkig nog auto rijden. Ik heb een mooi automaatje. Lekker rustig. En daarom kan ik van Best naar hier. En ik vind Best hier vind ik het gezellig. In Best ook wel. Dus pas het centrum veranderd. Maar hier is het toch gezellig. Hier heb je die gemoedelijkheid. Dat voelde je hier.
Ja. Ik word altijd elke keer naar Maria hier. Hè. Maar de kermis in Best is beter. Dat klopt. Ben er ooit geweest? Ja, zeker. Ja, die is wel fijn. Hè. Ik woon er minder in. Ik woon in het centrum dus. Nou, hartstikke gezellig. Ja. Ze gaat steeds verder weg staan. Ja. Ik denk dat ze deuren lopen. Ik weet niet. Ja. Ze spreekt met haar lichaamstaal. Hij mag alles? Hij is ziek, hij mag doen wat hij wil. Nou ja, zeg, nou, dat is lekker. Omdat hij ziek is, mag hij alles. Hij mag al eerst ook, maar dan mag het helemaal. Nog meer. Dan moet je meer verwend worden. Ja. Ja, ach, nou, het is zo. Ik doe gewoon elke dag verzorgen. Ja, dus echt. Ja, dus helpen. Ja, elke dag spuit zetten. En twee trombose kousen. Ik heb het idee dat je er af en toe een beetje lachgas bij doet bij hem. Ja, dat blijf ik. Ik zeg altijd tegen kennis en vrienden, als ik niet meer kan praten, dan is het voor mij voorbij. We gaan er niet vanuit, hè? Want jij wordt nog, komt nog een 20 jaar bij. Ja, maar stel nou voor, hè, dat alles tegen zit. Ja, dat kan. En dat kan, hè? En dat je dan gewoon klaar bent, hè? Ja. Eigenlijk moeten daar toch een beetje rekening mee houden. Jazeker, maar dat hou ik ook. Waar zouden dan, als je nou, stel voor, je bent nou dood. Ja. Waar zouden dan tegen een vrouw willen zeggen? Dat ze. Nee, hier. Nou, ik vind dat ze de beste vrouw van de wereld. Want ze heeft altijd voor mij gezorgd in goede en slechte tijden. En ja, we hebben heel veel meegemaakt. Mijn vrouw heeft ook jaren gesukkeld met de rug. Die is vastgezet. Toen nee, je bent tegen haar aan het vertellen. Ja, en nu vind ik dat het mijn beurt is om optimistisch en blij te blijven. En ik waardeer het wat ze doen voor mij. Als ik soms hoor van mensen, nou, als het minder gaat, dan vertrekken ze, gaan ze scheiden. Nou, wij zijn getrouwd om elkaar tot de dood toe te helpen. Zo en is dat blijft. Mooi. Ik ben katholiek en ik wil daar ook niet vanaf. Ik wil waar onze lieve Heer ons ingeleerd heeft van zorgen voor elkaar. Dit is de kaartprotector. Kijk, en ik zal het uitleggen hoe het werkt. Hier gaat het in principe om, hè. Dit is de bescherming voor je kaartjes en het gemak. Luister, dit zit in deze mapjes. Kijk, daar zit het hoesje gewoon omheen. Zie je? Klein maar fijn, maar net hoe dat je het bekijkt. 7 pasjes kunnen erin, zie je? Maar je hebt eigenlijk maar 5 belangrijke pasjes, hè? Je hebt er wel 20, misschien wel 25, maar ik zeg al, het gaat om je belangrijkste pasjes. Deze, die kan ook in een lederen portemonnee. Dat is nou een beetje uitgebreider. Dit zijn lederen portemonnees, die zijn op 40 en 50 euro. Ja, dat is kwaliteitsleer met een protector, is natuurlijk wat duur. Nou, ik heb hem dus gedaan in mijn eigen portemonnee. Dit is mijn portemonnee die ik momenteel gebruik. Ik kan hier nog geld in. Niet zoveel geld in. 8 pasjes. Ik heb nog niet veel verdiend. Hè. Kijk, ik verdien het wel, maar ik beur het niet. Hier zitten de 7 in. Kijk, mijn belangrijkste pasjes. Luister, ik heb vanmorgen geloof ik al 5 keer gebruikt. Want trapsgewijs komen mijn pasjes er nou uit. Hè. Ik heb hier mijn betaalpasje. Ik heb mijn identiteitskaart die ik 's morgens al moet laten te zien op de markt. Maar het klinkt gek, ik heb er ook een bonuskaartje in zitten. Niet omdat die beschermd hoeft te worden, maar die heb ik veel nodig, want ik zit elke dag in de supermarkt. Nou, dan zal ik je vertellen. Je kunt nou contactloos pinnen. Dat is niet echt contactloos. Je maakt dan wel contact, maar jij kunt pinnen zonder jouw pincode in te toetsen. Nou, ik vind het ontzettend makkelijk, want in mijn weekend doe ik grote boodschappen, want dit gaat maar tot 25 euro. Hè? Maar door de week heb je altijd kleine dingen nodig, brood, dit, dat, pak je sigaretten, jammer genoeg. En dan ga je piep zonder jouw pincode. Maar dan moet jij wel jouw pasje gaan beschermen. Want nou zal het hier in Den Bosch, zeg ik altijd, nog wel meevallen. Maar als jij in het Centraal Station in Amsterdam, hè, of houseparties, worden mensen geskimd, heet dat. Hè? Nou, ja, dan komen ze gewoon met zo'n apparaatje naast je lopen en dan pliep, hè? Ja, dat is echt. Ja, daarom heb ik heb hem ook. Ik laat het wel eens zien door geld aan mezelf over te maken. Weet je wel, als mensen zeggen, is dat echt? Maar dan weten mensen wel dat dat zo gebeurt. Nou kun je je pasje ook beschermen met keukenaluminiumfolie. Ja, maar dat is maar net hoe dat je het bekijkt. Nou, dit is ook een bescherming. Kijk, dat is mijn nieuwe product. Van Figuretta op de markt gebracht. Mijn 7 pasjes zijn altijd beschermd. Mijn pasjes kunnen ook niet meer breken. Mannen doen nog vaak in de broekzak. Het valt er niet uit. Het valt er niet uit. Help ook wel. Als jij, ja precies, help even jongen. Want kijk, als jij minder pasjes hebt, dan blijven ze ook zitten. Zou jij heel hard gaan schudden,
Dan komen ze er ook uit. Ja. Ik bedoel, want ze zitten natuurlijk niet vastgeplakt. Hè? Ik heb voor deze, waar ik mijn pasjes niet uitkrijg, al 79 euro betaald. Tjoh, dat is geld, zeg. Bij de Albert Heijn zeg ik tegen die juffrouw van de kassa, doe jouw bonuskaart maar eventjes hoor, ik krijg hem niet te pakken. En nou zegt die juffrouw, als ik betaal, oh, zegt ze, dat is een makkelijk ding. Mevrouw, wat kun je kopen? Ik zeg, bij mij. Hoppa. Nou, luister. Dit is dus die lederen portemonnee. Kijk, die wordt alleen maar mooier hoe meer dan je hem gebruikt, hè. Want dat is met leer. Deze kost 40 euro. Krijg je de card protector bij. Die past daar precies in. Nou, en zeg je van, ik wil alles bij elkaar. Of dat makkelijker is, weet ik niet. Maar hier kan ook je klein geld in. Is die 50 euro. En ik begrijp best dat mensen daar eventjes over na moeten denken. Want het is best... Nou, kijk, les nummer 1 die komt al. Luister eens. Kijk. Bent u daar nou blij mee? Nee, want daar moet ik er zo eentje hebben. Oh. Ja. Want ik heb er dit al in zitten. Ja, als je dat maar. Hoe vindt u die card protector? Dat is echt een. Dat is echt... Ja, ik zeg al, kijk, mijn is al versleten. Ja, jij moet er echt hoog nodig in. Nee, maar waarom? Waarom? Nee, ja, omdat er niet. Ik heb het goed. Eens. Ik zal jou een heel ander verhaal vertellen. Mag jij van mij hebben? Zo dan. Oh, hij ging er eigenlijk al een beetje vanuit. Mag je helemaal gratis hebben, omdat je mij zo schitterend filmt. Kijk, krijg even mij het filmpje. Nou, ze is nog hartstikke druk bezig met de verkoop. Voor mij een mooi moment om af te sluiten. Dit was de Bossenwacht voor deze week. Toch leuk om even iemand te zien standwerken. Volgende week, ik heb geen idee wat we op ons pad gaan krijgen. Dus aan jullie, blijf kijken, blijf ons volgen, de Bossenmarkt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Houdoe.